3 FM. Want het is inderdaad een heel heftig onderwerp. Is dit ook te concretiseren? Want om maar zo te zeggen, met malaria 3 jaar geleden... Ja. Kon je zeggen, voor 5 euro heb je een mosquitennet... en voor 10 euro een pomp, ik zeg maar. Ja, dat is in dit geval moeilijker. Moeilijker, denk ik. Dat boodschappenlijstje zullen we dit jaar ook niet gaan maken. Nee. Waarom niet? En dat is tegelijkertijd het moeilijke. Ik zie Koen ook met zijn hoofd knikken. Ja, dat is het. Ja. Het is het allermoeilijkste in dit geval... is dat je het zo niet kunt categoriseren. Nee. Want in dit geval moet je op ieder geval maatwerk leveren. Ja. Dat zorgt ervoor. Want bedoel, soms gaat het om een vrouw die al 2 kinderen heeft, zwanger is van haar verkrachter, net gevlucht is en het allemaal nog heel vers is. Dat is een ander verhaal dan een vrouw van 43 bij wie het al 2 jaar geleden is, die nog wel met problemen zit. Snap je? Dus op ieder geval moet er maatwerk geleverd worden en dat maakt het juist een hele kostbare en hele moeilijke aangelegenheid. Vandaar dat er een hoop geld voor nodig is. Ja. Nou is Bart-Jan al binnen voor het nieuws, maar toch wil ik nog heel even gaan naar, jij hebt natuurlijk reportages, die gaan we straks horen. Maar je hebt nu al iets meegenomen uit Colombia. Ja, ik heb een klein stukje meegenomen. Ik was in Istmina, dat is een heel klein dorpje midden in de jungle. En ik bedenk eigenlijk daar, ik sta daar te kijken op een balkon. En het is hartstikke mooi weer, het is warm en heet. En ik sta daar te kijken naar dat stadje. En dan lul ik mijn microfoon vol. Dat is eigenlijk wat ik doe daar. En het is een doodgewoon stadje, terwijl je weet dat deze de stad... echt recht in het hart ligt van een gewapend conflict... wat er snoeihard aan toe gaat. Zeker op dit moment, nu er weer troepenbewegingen zijn. Omdat er zijn vredesbesprekingen gaande. En de ene partij vindt dat prima en de andere partij heeft er weer moeite mee. Probeert dus weer ruimte op de andere te winnen. Dus de oorlog woedt hier eigenlijk in volle hevigheid. En je merkt er verdomde weinig van. Af en toe zie je militairen die een tikkie zenuwachtig zijn. Straks was ik in een van de buitenwijken. En dat schijnt dus dan weer in handen te zijn van paramilitairen. Dat zijn misschien wel de allergrootste engbekken die er rondlopen van het stel. Dat zijn pure moordenaars. Die worden betaald door groepen om bijvoorbeeld narcotrafficking te doen, ofwel drugsvervoer. Of human trafficking, dus mensensmokkel. Of ze zijn bezig met het bewaken van illegale mijnplekken waar ze goud en platinum uit de grond halen. Dat zijn echt mercenaries. Dus het is er allemaal. Het is er allemaal. En nu schijnt de zon. Het regent hier ongelooflijk veel. Het is een van de natste plekken op aarde. Maar nu schijnt even de zon. Het is bladderheet. Echt werkelijk. En met een luchtvochtigheid van 85% heb ik het als lange witte meneer knap lastig, kan ik je vertellen. Maar je merkt het niet. Maar het is er wel. En het is overal aanwezig. En als je praat met mensen van ICRC, dus van het Rode Kruis hier. Ook hier in Istmina, in dit stadje, lopen heel veel getraumatiseerde vrouwen rond. En omdat het zo'n taboe is, komen die zeker niet allemaal met hun verhaal naar buiten. Sterker nog, het overgrote deel niet. En daarom is het zo'n ongelofelijke uitdaging om die vrouwen te identificeren en te proberen om die vrouwen... En dat was een wesp in mijn smoel. Om te proberen die vrouwen aan het praten te krijgen. Op zijn balkonnetje? Ja, om een balkonnetje uit te kijken. Trouwens, dat met een wesp in mijn gezicht. Maar, nee, in je smoel. Ja, in mijn smoel. Ik wou iets tegen jou zeggen, Koen. Want we hebben het er al vaker nu over gehad. Jij bent ook in Colombia geweest. Ja. En ik vind het ongelooflijk bijzonder en goed dat je dat gedaan hebt. Je hebt dat ooit vorig jaar en het jaar daarvoor een keer aangegeven. Ik zou het wel eens een keer willen zien. En dat heb je gedaan. Nu ga je zo meteen het huis in. Je bent dus niet alleen meer nu ervaringsdeskundige met 6 dagen niet eten en radio maken. Maar ook met de plek waar je geweest bent. Waar wij allebei geweest zijn. Weliswaar heb je een andere reis gemaakt dan ik. Ja. Maar ik vind dat een bijzondere toegevoegde waarde. Dat wou ik nog even zeggen. Nou ja, Erik, dankjewel. Ja. En ik ben heel benieuwd, want ik heb nog niets, behalve dit stukje dan, nog niets gehoord van wat jij hebt gemaakt. We hebben een andere reis gemaakt, dus dat ga ik allemaal in het glazen houden. Ja, de verhalen van die vrouwen staan straks centraal en die zijn echt verschrikkelijk. Ja, we kunnen er nog uren over doorpraten. Dat gaan we ook doen, alleen niet nu. Nee, ik pak het beter over 6, 5,5 week, denk ik. Dan gaan we sowieso weer verder. 3 FM.